En rijden jullie zelf ook stiekem? Nou, dat denk ik niet dat dat mag. Nee? Nee. Maar als de leraar niet kijkt, zouden jullie dan wel even een rondje pakken? Ja, rijdt zo weg. Ja, een bijzondere dag vandaag, want ik ben in Assen bij CS Vincent van Gogh, waar leerlingen een heuse Peaky Blinders auto hebben gemaakt. Hey! Zo, dit is hem dan? Ja, de auto van school. Waar we aan hebben gewerkt als leerlingen, als project, zeg maar. Daar zijn we de afgelopen 4 jaar met school mee aan de gang geweest. En nu mag hij eindelijk de weg op. En nu? Want nu willen ze hem voor promotiedoeleinden gaan gebruiken, toch? Ja, klopt. Meneer die wil hem denk ik eerst de tijd nog niet wegdoen. Dus hij blijft denk ik nog wel een tijdje hier zo staan. Wat denken jullie dat dat opbrengt, zo'n auto? 15.000 euro of zoiets, denk ik. Zou dat niet veel leuker zijn dan? Een beetje 15.000 euro op zak, een beetje verdelen hier? Ja, dat kan ook leuk zijn. Maar het is vooral mooi als bijvoorbeeld met een open dag of iets, dat je kunt laten zien van ja, nou, hier staat onze school voor. Nou, dan staat hij hier ineens op het circuit. Hoe vind je dat? Vet. Echt vet om hier te staan, ja. Echt wel. Mooi om te zien dat ons project dan hier staat op het circuit. En rijden jullie zelf ook stiekem? Nou, dat denk ik niet dat dat mag. Nee? Nee. Maar als de leraar niet kijkt, zouden jullie dan wel even een rondje pakken? Ja, ja, rijdt zo weg. Het is nu wel de Peaky Blinders auto. Ja, helemaal in de stijl. Dus ja, daar zijn we super trots op. Jullie hebben er echt bloed, zweet en tranen in gestoken. Ja. En we gaan er een beetje mee gassen. Ja. Zin in? Echt wel. Je geluid erin. Ja. Hoppa! Smooth, of niet? Het zit wel lekker, moet ik zeggen. Ja. Ja. Wel comfy. Jij hebt de boys aangestuurd om dit pareltje te maken. Ja, samen met mijn collega Frank hebben we de jongens begeleid. Mijn collega heeft het opgezet. Ben je echt een hele trotse leraar nu? Ik ben heel trots op wat die jongens gedaan hebben. En, is dat een van je mooiste projecten echt als leraar? Ja, ik ben nog niet zo lang in dit geval bij techniek aan het werk als docent. Maar dit is wel het mooiste project tot nu toe, ja. En nu rijden wij in de Peaky Blinders auto. Ja, mijn collega kwam met het idee, het hoort gewoon bij Peaky Blinders. En we gaan er gewoon zeg maar, mooie foto's van maken. Nu is deze dus af. Ja. Is er al een nieuw project? Er staat een nieuw project, ja. We zijn bezig in feite hetzelfde idee als dit. Dan inderdaad de sportauto, maar dan wordt het de pick-up. Jullie gaan hem eigenlijk als promotiemateriaal voor de school gebruiken. Zou het nou niet leuk zijn voor die kids dat ze gewoon ook een centje eraan verdienen? Ja, dat zou natuurlijk leuk zijn, maar ja, het is betaald vanuit schoolgeld. De school heeft voor de auto ook betaald. Ja. En daar zit het geld ook in. Maar daarnaast, het is een project, het is nooit af. Er zijn er misschien nog wat dingen die er kunnen veranderen of willen veranderen. En het is eigenlijk wel veel te mooi om weg te doen. Hè. Dus hij blijft gewoon op school. Hij blijft sowieso op school. Ja. En wij gaan nu even een beetje het gas intrappen. Lijkt mij wel. Let's go.